vroegen wij ons af. Maar hij is er dan toch? Ben je, je was helemaal buiten adem net. Bij, ja, joh, ik stond bij het verkeerde gebouw en het ging even mis vanochtend. Ik had me verslapen. Vervolgens, ik werd gewoon niet wakker van de wekker. Ongelooflijk. Het is toch een... ben ik toch benieuwd bij welk gebouw je dan stond? Ik heb er toch een beetje van genomen dat het afgelopen weekend. Een beetje feest gevierd. Ik vond wel dat ik wat te vieren had, toch? Ben wel gekomen. Ja. Daar hebben jullie volgens mij niet heel veel nodig om dat te vinden, eerlijk gezegd. Nee, dat is ook waar, dat is ook waar. Ja. En in ieder geval, vervolgens stond de hele ring ook nog vast bij Amsterdam. Dus het was allemaal geen... Maar ik ben blij dat ik er ben. Ja, wij zijn ook blij dat je er bent, dus. Sorry. Goed, jij bent dus wel... Nou ja, dan kan ik vragen hoe het met je gaat. Kan ik ook niet doen. Maar ik wil toch even weten, hoe ben je eruit gekomen vrijdag? Ik was eigenlijk heel blij, want het ging eigenlijk tijdens de show de eerste keer niet zo goed. Ik had een probleempje met geluid en dingen en gelukkig was eigenlijk wel blij dat ik het een tweede keer mocht doen. Want ik was eigenlijk heel erg, best wel een beetje trots op dat mijn laatste optreden, zeg maar. Ja. Ik was daar eigenlijk heel erg blij mee. Dus toen ik het ook terug zag in die single, dacht ik van ja, ik kan gewoon goed afscheid nemen. Ik vind, het is mooi geweest zo. Ja. En het was gewoon echt een hele mooie ervaring. Ja, dat hoor ik van iedereen inderdaad. En dat is natuurlijk ook zo. Heb jij het ervaren om... je bent ineens... sta je elke week voor 3 miljoen kijkers. Dus dat gaat om je heen ook allemaal dingen veranderen waarschijnlijk. Ja, dat heeft natuurlijk wel een impact. Maar ik denk dat je het nog niet helemaal beseft, denk ik. Ik denk dat het pas later dat je een beetje gaat beseffen van... joh, en dat heb ik allemaal meegemaakt. En die HMH en al die rare dingen. Daar hoor ik ook veel mensen over, de HMH. Ja. Dat iedereen dat toch wel een hele gave ervaring vond. Ja, dat was wel echt heel erg bijzonder. Ja. Daar sta je niet zomaar meer. Gaaf. Dus, nou, dat neemt niemand je ooit meer af. Zo is het ook, Bart. Zeker. En nu, als je weer helemaal uitgeblazen bent... want je bent als een gek hier die trap opgehold... en ik zag je over de parkeerplaats vliegen... ben je zover om nog één keer te zingen? Ja, zeker. Oké. Nou, ik hoop niet één keer, zeg ik nu. Ik hoop natuurlijk dat je nog heel vaak gaat zingen. Maar nu dan even hier tot besluit van dit radiofeuilleton vandaag. Wat ga je doen? Ik ga Chasing Cars zingen, een stukje. Dames en heren, hier is Bart, Chasing Cars. Toch ook hier begonnen, weet je wel, met de wildcard. Ja, met de wildcard, Het was niet dat ik aan de buitenkant niet meteen herkende nog, maar... Maar ik zou flink blijven stappen, want je stem klinkt heel mooi als je... Wat zeg je? Dat randje. Een mooi randje. Ja, lekker randje. Nou, hey, Superman, goed gedaan. Ik nog geen opsteken dan. Hey, heel veel succes met alles. Ja, bedankt.